Nei fjouwer wedstrijden stiet Heerenveen boppenaan in het rjochterrichtje. Oudspielers Gerald Sibon en Joop Gal worden dan ook net heel enthousiast dat het gaat over de competitiestart van Heerenveen. Kan er mij door. Zacht gezegd worden er nog niet heel vrolijk van. Met één oefening en twee keer een liekspul kan Jan Alderikerink net ontevreden wijzen over talpunten. Maar hoe Heerenveen de doelpunten soms hier in voortjouwt, baart zorgen. En dit kan! Ja! Ik vind het nog een beetje onsamenhangend. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar weinig initiatief. En dat lukt hem ook. Malasia komt heel ver. Nou, maak het er maar af ook. Ja! Malasia! Ja, het is nog niet dominant genoeg. En ja, je mist ook wel wat kwaliteit, denk ik. Een speler die het onmiskenbaar kwaliteiten had, is Sam Lammers. Heerenveen kent een eer gebroekmaatje van de chancen van het talent, want hij wordt voor één seizoen hier van PSV. Die stap dat hij nu naar de Eredivisie maakt, vond ik vrij logisch. En dat ze hem verhuren en nog niet wegdoen, vond ik ook vrij logisch. Dus je kan ervan profiteren, nogmaals, in je sportieve doelstelling. Maar deze jongen gaat ooit weer terug naar PSV. Hoe één ding binnen beide oudspielers het eens? Dat maakt beter. Wil Heerenveen de play-offs helpen? En dat is toch de doelstelling. Zanelli er weer langs. Ja, er weer langs en binnen. En nu doet hij het zelf. Joop Gal had in elk geval vertrouwen in Jan Alderikerink, die hij nog kent vanuit zijn actieve carrière. Vroeger, dat ik nog speelde, heb ik tegen hem gespeeld. Hij heeft nog een Europacup wedstrijdje tegen Neuchâtel voor me verkloot door in de allerlaatste minuut. Maar hij nog een schop tegen mijn enkel aan te geven dat ik niet kon spelen in de Europa Cup duel. Maar nee, ik vind het een hele aimabele, ervaren man. Die denk ik met de jongste jeugd een ideale trainer is.